Breuken kan je vaak schrijven als een decimaal getal. Wat je weer kan schrijven als een percentage. Wat je weer kan schrijven als een breuk. Van een aantal breuken is het handig om te onthouden welk decimaal getal erbij hoort en welk percentage. Laten we die eens op een rijtje zetten. 1 tweede, dat is 1/5 en dus 50%. 1 derde, niet schrijven als een decimaal getal, maar 33 1/3%. 1 vierde, 25/100 en dus 25%. 1 vijfde, 2/10 en dus 20%. 1 achtste, 125/1000 en dus 12,5%. 1 tiende, dat is 1/10 en dus 10%. 1 twintigste, dat is 500ste, dus 5%. 1 veertigste, dat is 25/1000, dus 2,5%. 1 vijftigste, dat is 200ste en dus 2%. 1 honderdste, dat is 1/100 en dat is dus 1%. Waarom schrijven we 1/3 niet als decimaal getal? Dat komt omdat 1 gedeeld door 3 gelijk is aan 0,33333 en nog veel meer, oneindig veel drieën. Omdat dat zo lang duurt om op te schrijven en dat ook zo lastig in je schrift past, doen we het niet. Ook als je het afrondt is het niet meer precies, dus laat liever 1/3 staan. Het mooie is dat als je deze handige breuken weet, dat je er nog veel meer weet. Want als je hebt onthouden dat 1/8 12,5% is, dan kan je ook uitrekenen dat 3/8 37,5% is. Van heel veel percentages kan je een breuk maken. Immers is een percentage een gedeelte van 100. Dus als je 36% hebt, dan heb je 36 van de 100 stukjes. Daar hoort dus de breuk 36/100 bij. Die kan je natuurlijk nog vereenvoudigen. En als dat kan, dan moet dat ook. Dus dat is 18/50 en dat is weer 9/25. Dus bij 36% hoort de breuk 9/25. Bedankt voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken en je te abonneren op Wiskundewereld. Graag tot de volgende keer.